Dank u wel, voorzitter. Een debat over de jaarwisseling. Probeer eens voor te stellen. We gaan een nieuw feest organiseren. Dat voorstel wordt gedaan, het wordt een prachtig feest. Heel Nederland doet mee. En we weten allemaal dat dan op zo'n feest hulpverleners worden bekogeld met vuurwerk. We weten dat het gaat leiden tot 1300 mensen die gewond raken. En bij een huisartsenpost of op de EHBO terechtkomen. We organiseren een feest en we weten dat aan het einde van het feestje voor 15 miljoen euro schade is. Zouden we dat dan organiseren? Zouden we dat dan een geweldige traditie noemen? Zouden we dan zeggen, oh, dit is zo mooi, dit moet blijven bestaan? Ik denk het niet. En dat is wel de situatie waar we nu in zitten. Deze jaarwisseling was voor mij anders dan andere jaren. Ik mocht meelopen met de politie hier in Den Haag. En ik vond het echt een voorrecht. Ik mocht van dichtbij zien wat je eigenlijk wel weet. Namelijk als er gevaar is. Er is ergens een brand. Of er wordt met vuurwerk gegooid. Of er is iets aan de hand. Als burger ga je snel de andere kant op. En deze hulpverleners die gaan er naartoe. Ongeacht het gevaar wat er ook voor hen zelf is. We waren allemaal voorbereid op het allerergste hier in Den Haag. Een totale veldslag was voorzien. En we reden rond en ik had het gevoel, nou, het valt eigenlijk wel mee. Toen we hier rondreden. En het was zo 2:30, 3 uur dat we naar de meldkamer gingen. En daar durfde ik te zeggen tegen de commandant die al vele jaren hier heeft gediend als politieagent. En ik zei, goh, het viel me toch alles mee. Hij zei, het viel alles mee. 1500 meldingen vanaf 12 uur. Vind je dat meevallen? En ik kreeg het schaamrood op mijn kaken, want natuurlijk viel het niet mee. Maar we waren zo ingesteld, in ieder geval ik was zo ingesteld op het zal wel zo'n veldslag worden dat alles meeviel. En dat is nou precies wat er met de hele oud en nieuw gebeurt. We zijn het gewoon gaan vinden dat dit de manier is waarop we met elkaar een feest vieren. En het is niet gewoon. Voorzitter, het is daarom dat ik er echt van overtuigd ben dat het de hoogste tijd is voor een vuurwerkverbod. Niet alleen ik, maar een meerderheid van Nederland lijkt daar op dit moment klaar voor te zijn. Een vuurwerkverbod. De meeste mensen, ook die mij hier berichten over sturen, die doen dat niet of die zijn daar niet voor omdat ze een hekel hebben aan vuurwerk. Ik behoor ook niet tot die categorie. Ik vind vuurwerk eigenlijk best wel leuk. En ook ja, ik heb veel plezier beleefd aan het afsteken daarvan. Maar juist, of ondanks dat, zie ik in dat dit niet langer zo door kan gaan. Daarom moet er een vuurwerkverbod komen. Een vuurwerkverbod dat handhaafbaar is, allereerst. En daar zit mijn grote kritiek op het voorstel wat het kabinet doet. Wat het kabinet nu voorstelt is dat er nog zoveel vuurwerk overblijft dat het eigenlijk niet te handhaven is voor de politie. Te veel verschillende soorten siervuurwerk blijft bestaan en er wordt gedaan alsof siervuurwerk niet gevaarlijk is. Ook siervuurwerk kan gewoon blijven omvallen. Een oogarts heeft berekend dat nog steeds 57% van het oogletsel zal blijven bestaan. Meer dan de helft. De politie geeft aan dat er nog steeds allerlei siervuurwerk is. Wat klinkt als sier, als mooi, als prachtig. Wat naar collega's gegooid kan worden. Grondbloemen van die onschuldige kleine vuurwerkdingen. Die zo vrolijk ronddansen over de grond. Dat is juist het type vuurwerk waarmee gesmeten kan worden. Stop hiermee. We zijn het verplicht aan al die hulpverleners in Nederland. Aan al die vuurwerkslachtoffers. En wat er nodig is een echt vuurwerkverbod. En daarom hebben de Partij voor de Dieren en wij de afgelopen tijd gewerkt aan dat verbod. Er ligt nu een wetsvoorstel dat een algemeen verbod regelt, wat ook de ruimte geeft voor een uitzondering die de minister zou kunnen maken. Een positief lijst, zoals wij het noemen. Zodat na overleg met artsen, de politie, burgemeesters, het OM, je tot de conclusie kan komen dat er misschien wel soorten vuurwerk zijn die we nog steeds kunnen handhaven. Die we nog steeds zouden kunnen afsteken. Die ruimte is er wat ons betreft in dat wetsvoorstel. Maar dat gaan we wel echt naar een heel, heel, heel beperkt assortiment toe. Omdat dat de veiligheid ten goede komt en het een verbod is dat echt handhaafbaar is. Dank u wel. Dank u wel, meneer Klaver. Dan geef ik nu het... Oh, meneer Klaver, mevrouw Den Boer heeft een vraag. Mevrouw Den Boer. Voorzitter, ik heb uiteraard met veel belangstelling geluisterd naar de uiteenzetting en het voorstel van meneer Klaver. Ik heb helaas nog niets kunnen lezen en ik zou dat eigenlijk wel heel graag willen doen samen met mijn fractie om te zien hoe ver uw voorstel eigenlijk reikt. Want als ik het goed zie,
reikt uw verbod niet tot een algemeen of een totaal verbod. Maar laat u het bijvoorbeeld nog wel toe dat kinderen sterretjes kunnen afsteken of knaletjes kunnen gooien. En is dat dan het enige wat nog overblijft? De heer Klaver. Categorie F1, dus dat gaat inderdaad over knalertjes en over sterretjes. Dus als iemand jarig is en graag een sterretje op zijn taart wil, dan kan dat nog steeds. Dat blijft inderdaad bestaan. En wat het voorstel doet, is het creëert een algemeen verbod. Daar te beginnen. Waarom is dat belangrijk? Dat werkt normerend. Daarmee zeggen we, het is eigenlijk niet normaal om met vuurwerk, met explosieven zo af te steken. Daar willen we mee stoppen. Maar, zeggen we tegelijkertijd, we zijn niet blind voor de traditie die heel lang is ontstaan. Er kunnen bepaalde typen vuurwerk zijn die je wel zou mogen afsteken. Daar laten we de ruimte voor om daar per ministeriële regeling van af te wijken en een positief lijst te maken, zoals wij dat noemen. Mevrouw Den Boer. Voorzitter, als ik het goed begrijp, bestaat zo'n positief lijst eigenlijk al wel. Hè? Maar goed, zoals het voorstel nu klinkt, gaan we heel veel dingen verbieden en gaan we heel weinig toestaan. Ik heb geen voorstel gezien. Nee, maar dat is aangekondigd. Ik ga even op de uiteenzetting van de heer Klaver af. En daar zegt hij toch van, het gaat om een verbod. En mijn vraag is, van kunnen we niet ook nog leuke dingen blijven doen voor de mensen? Hè? Ik vind, als D66, dat wij nu het voorstel van het kabinet kunnen onderschrijven. Dat er een grote stap gemaakt wordt naar een veilig wordende jaarwisseling. Ja. En de vraag is, welk alternatief kunnen wij samen met GroenLinks aan de mensen in het land bieden om een leuke jaarwisseling te hebben? De heer Klaver. Leuke dingen voor de mensen. Wie zou er tegen kunnen zijn? Het spijt me echt, maar de manier waarop u uw betoog opbouwt getuigt echt van naïviteit, zou ik willen zeggen. Natuurlijk moet er een leuke jaarwisseling zijn. Natuurlijk moeten er vuurwerkshows in het land zijn. Natuurlijk is het belangrijk dat buren elkaar ontmoeten om 12 uur om elkaar een prachtig nieuwjaar te wensen. Maar waarom we voor dat verbod zijn om inderdaad zoveel als mogelijk en eigenlijk al het vuurwerk te verbieden, dat is omdat ik opkom voor die politieagenten die bekogeld worden. Omdat we opkomen voor al die dieren die een verschrikkelijke jaarwisseling hebben. En niet alleen tijdens de jaarwisseling, ook in de tijd daarvoor. Het is niet vol te houden dat we vuurwerk zomaar blijven afsteken op de manier waarop we dat hebben gedaan. En leuke dingen voor de mensen, dat zit hem in het samen zijn. Dat zit hem in dat we vuurwerkshows organiseren. Dat zit hem in dat we heel kritisch kijken of er misschien nog een bepaald type vuurwerk wel afgestoken zou kunnen worden. Maar doe niet alsof door het niet meer kunnen afsteken van vuurwerk we geen jaarwisseling meer zouden kunnen hebben of plezier met elkaar. Mevrouw Den Boer. Voorzitter, ik hoor toch nog iets positiefs. Namelijk dat de heer Klaver wel wil toestaan in het land dat er vuurwerkshows worden gehouden. En daar zou ik nou juist de reikende hand willen toebieden aan de heer Klaver. Om te zeggen van, laten we samen regelen dat dat gewoon nog mogelijk blijft in het land. En dat het aangemoedigd wordt en dat het op een professionele manier kan. Nou, voorzitter, dat lijkt mij uitstekend. Als we kunnen afspreken dat consumenten, dat er een verbod komt voor het afsteken van vuurwerk door consumenten. Maar dat we wel stimuleren dat in het hele land vuurwerkshows zijn die worden georganiseerd door professionals worden afgestoken. Ja, voorzitter, daar kunnen we elkaar direct op vinden. Dank u wel, meneer Klaver.